popartiest van Nederland. Ook komt Maan met haar debuutalbum Onverstaanbaar binnen op de eerste plaats van de album Top 100. Nu ze zelf meeschrijft aan haar liedjes, weet de zangeres een heel nieuw publiek aan zich te binden. Even terug naar gisteren. Kom in de volgende Maan! Dit eigen geluid is een belofte voor de toekomst, mensen. En maakt nieuwsgierig naar meer. En wat een prachtige winnares. Hier is ze, Maan. Het is vandaag mijn verjaardag en dit is het mooiste cadeau. Dankjewel. Ja, geweldig. Ja, je zal wel heel blij. Even een applaus voor Maan. Ja. Edison is toch wel ook echt wel een hele fijne prijs om te winnen. Het zijn volgens mij de grootste muziekprijzen van Nederland. Je hebt hem mee, hè? Ja, ja, hij lag nog net niet naast mijn bed vannacht. Ja. Kort nachtje. Ja, was een kort nachtje? Kort nachtje. Nee, helemaal niet. Okay. Nee, maar ik kan me gewoon voorstellen. Nee, ja, het was zo leuk. En het was mijn verjaardag en ik mocht mijn familie mee, mijn vriendinnen mee. Daarna was er nog een afterparty en nog een afterparty. En ik dacht, hing in de lampen. Zolang ik niet ga slapen, is het nog een beetje mijn verjaardag. Al was het lang 12 uur geweest. Dus ik heb heel goed feest gevierd. Ja. Ja. Je bent 23 jaar geworden. Hartstikke jong nog steeds. Je was echt een kuikentje toen je The Voice won. Mm. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan in die tussentijd. En er is nu dan dat debuutalbum. Voel je, als je terugkijkt, ook dat je nu een andere artiest bent geworden? Ik weet gewoon steeds beter wat ik wil en wat ik leuk vind. En dat is een heel bevrijdend gevoel. En wat is dat? Nou, het moet gewoon van hart naar hart gaan. Mm-hmm. En wat ging het eerst dan? Nou, hiervoor werd er ook vaak veel voor mij geschreven. En daar was ik op dat moment super blij mee, want ik had geen idee. En ik dacht, nou, nice, leuk liedje, top. Gaan we mee naar de radio. En dat sloeg ook altijd aan. En dat ging ook heel erg goed. En nu merkte ik steeds meer van, ik wil gewoon bij de geboorte zijn van een liedje. En ik wil dat het gaat over dingen die ik voel en die ik meemaak. En dat eigenlijk altijd als ik het zing, dat ik terug kan denken aan dat moment. En dat ik niet meer ga denken, wat willen mensen van mij horen? En dat een soort van pushen en proberen dat maar over te brengen. Ja. Maar wat wil ik vertellen? Ja. En dat voelt zo bevrijdend. Aan de ene kant, het album is best wel persoonlijk ook daardoor. Ben je op een leeftijd nu dat het ook makkelijker is om dat te doen dan bijvoorbeeld 3 of 4 jaar geleden? Ja, ik denk het wel. Heb je veel dingen meegemaakt waarvan je denkt van ja, daar wil ik ook echt over schrijven? Ja, klopt. Ik ben nu, als ik gewoon mijn dag doorbreng, dan zijn er echt een aantal momenten dat ik denk, oh, ik voel hier iets bij en ik zou hier wel iets over kunnen schrijven. En niet dat het alleen maar over liefde gaat bijvoorbeeld, maar juist ook over, staat een liedje op het album nog even niet, dat gaat over dat ik me eigenlijk soms nog heel graag een meisje wil voelen. En naar mijn ouders wil gaan en in bed gestopt wil worden. En vragen wil stellen van alles wat ik nog niet weet. En aan de andere kant zit je nu in een soort hele grote volwassen wereld. En woon je op jezelf en liggen er allemaal keuzes voor de boeg van wat wil je later gaan doen. En voor mijn vriendinnetjes zijn klaar met studeren. Oh, ineens moet je een vaste baan, hè? Een soort van, ja, soort ik weet het nu. Nog even niet, weet je wel. En ja. Dat is ook oké. Of zij had maar ze lacht, wat gaat over de sociale druk van altijd maar het beste in jezelf naar boven halen. Altijd maar die lach geven. Ik vind het heel mooi om ook zullen we daar even naar kijken? Daar dingen over dat beeld te schrijven. Van? Ja. Ik kwam het idee meer vanuit mijn eigen ervaring ook. Want? Nou, ja, als artiest wordt toch wel van je verwacht dat als je optreedt dat je daar gewoon met veel energie staat en een blijheid en een glimlach en dat je een feestje gaat bouwen elke keer. Misschien ook ja, bij jou wel extra, omdat je ook natuurlijk ook altijd heel blij overkomt, hè? Dus ja, ik denk dat je misschien, ja, werk je dat ook met jezelf. Je bent ook altijd, als jij op een podium staat of ineens de prinsesjes komen langs en je vliegt ze om de hals. Je bent altijd enthousiast. Klopt, ja. Ik vond het ook altijd heel belangrijk dat mensen mij leuk vonden en dat ze me aardig vonden. En ik vind het sowieso heel belangrijk om gewoon lief te zijn voor mensen om je heen. Alleen op een gegeven moment, als je dan ook een keer niet zo'n lekkere dag hebt en toch moet je dan weer 's avonds een optreden gaan geven, is het best wel lastig om daar weer de kracht te vinden om te denken, oh, even dat nare gevoel weg en even weer die lach, weet je wel. En het komt wel, want ik weet nu inmiddels waar die knoppen zitten in mezelf, dat ik dat gewoon kan. Maar moet het ook van jezelf, of mag je ook een keer minder enthousiast zijn als je een concert geeft? Of kan dat echt niet? Op dit moment voel ik dat nog niet, nee.
Het kan wel, hè? Want bijvoorbeeld zo'n Roxanne Hazes, die deelt dat bijvoorbeeld gewoon met haar publiek. Die zegt gewoon van, nou, het is vandaag gewoon een rotdag. En die deelt dat met het publiek. Is dat iets wat jij zou durven? Ja, ik wil wel dat... ik vind die oprechtheid wel heel mooi. En ik vind dat heel tof dat zij dat doet. Maar toch denk ik wel, kom op maan, laat je even van je goede kant zien. En zometeen kan je weer in de auto denken, oh, even... En nu gewoon even gaan. En dat hoort dan ook bij je werk. Maar jij deinst er niet voor terug om bijvoorbeeld op Instagram wel een foto van jezelf te posten toen je heel verdrietig was. Ja. Dat zien we hier. Waarom kies je ervoor om dat te delen? Omdat ik toch heel graag terug wil wel naar dat echte gevoel. En ik zit er een beetje, zoals je dan merkt, mee te sjoemelen. Mm. En ik vind het heel belangrijk voor mensen die ook mij volgen, dat ze niet zien dat het alleen maar het perfecte leventje is wat soms lijkt. Want je hebt hele jonge volgers ook, hè? Heel veel jonge meisjes. Ik bedoel, je publiek is breed. Maar ook omdat je natuurlijk op je 18e heel bekend werd, heb je ook heel veel jong publiek. Voel je wel eens de verantwoordelijkheid dat je ze wat mee moet geven? Ja, heel. Juist in deze periode waar alleen maar op Instagram de mooiste mannen en vrouwen verschijnen. En dikke lippen, grote billen, alles. Dat je denkt, ja, hoort dat dan of zo? En ik voel me wel een beetje geroepen om te laten zien. Maar dat hoeft echt niet. En mevrouw Kaas? Weet je? Ik heb een dochter natuurlijk van 17 inderdaad. Dus ik zie via haar nog heel veel hoe zij inderdaad naar Insta, sociale media kijken. Inderdaad, dan is het heel fijn dat er rolmodellen zijn. En inderdaad die zeggen, nou, zo is het niet. En dit is niet allemaal gefotoshopt, zo zie ik er echt uit. En je bent prima. En die aanmoediging om jezelf te durven zijn in al je facetten, als je maar gezond bent en verder kunt, dan is dat een enorm mooi gegeven. Daphne? Het is eigenlijk, ik zat net te denken wat je zei, weet je, dat we alsmaar proberen om de beste versie van jezelf te laten zien. Al schuurt en wringt dat soms, waar we het zo meteen natuurlijk ook over gaan hebben, over bevallen. Daar is het natuurlijk eigenlijk ook een beetje mee, dat als je moeder wordt en je bent bevallen, dan heb je toch een beetje dat idee van, dit moet het mooiste moment van mijn leven zijn. En dit moet ik heel met een lipstickje naar. Dit moet ik goed kunnen en weet je, dit moet allemaal helemaal perfect zijn en dat het niet perfect hoeft te zijn en dat een bevalling echt ook wel heel zwaar kan zijn. Daar gaan we het daar natuurlijk over hebben. Maar dat heeft natuurlijk wel mee te maken dat we op dit moment natuurlijk wel een beetje in de maatschappij leven waar alles een beetje zo aan de oppervlakte, weet je wel, aan de bovenkant is. Ja, en juist dat de diepte ingaan, zeker voor iemand van je leeftijd. Ik vind het wel heel bijzonder dat jij dat juist wil. Ja. En ik denk ook dat jij daarom een Edison wint. Mooi. Omdat die combinatie is gewoon heel bijzonder. Nou, ik probeer het. En ik merk, ja. Heb je veel reacties gehad? Of wat? Nou ja, op de post en de tekst van je nummer en het openstellen. Heel veel. Ja? Heel veel. Ik wil gewoon heel graag laten zien van, hey, we hebben het allemaal. Ja. En het wat is voor okay. reacties krijg je? Wat voor soort mensen? Ja, op ze huilt, maar ze lacht. Echt, echt bizar. Ik was een soort van, voor mijn gevoel bijna een soort open dagboek waar iedereen iets wilde schrijven. En echt super oprechte, allemaal eerlijke teksten. Van mensen die depressief zijn, mensen die uit de kast komen, mensen die ziek zijn, die anorexia hebben, die liefdesverdriet hebben. Dat is het mooie van zo'n liedje. Iedereen ervaart het weer helemaal op zijn eigen manier. Maar er komt ook wel weer een verantwoordelijkheid bij. Voel je dat ook? Dat als mensen je nu benaderen die bijvoorbeeld ziek zijn of depressief zijn, dat je daarop zou moeten antwoorden? Of dat je iets voor ze zou kunnen betekenen? Nou, eigenlijk doet dat liedje dat dus. Okay. Want ze zeggen dan wel eens van, ik durfde het in eerste instantie niet eens te luisteren, omdat ik bang was dat ik iets zou horen wat te confronterend is. En ik heb het gedaan. En jij hebt gewoon precies opgeschreven wat me nog nooit is gelukt. Alsof dat liedje voor mij is gemaakt. Ik denk, oh ja, dat... Een van de grootste complimenten. Even, ik heb het niet alleen gemaakt, ik heb het met mijn team gemaakt. Ja. Maar dat is zo'n mooi compliment. En toen dacht ik echt, ja, die zoektocht van wat vind ik nou het leukste, dacht ik, ja man, dit is waar ik muziek voor maak. Ja. Je moet in de clip ook een stukje achteruit zingen. Klopt. Ja, nou ja, dat was een soort van het magische even van die clip. Dat... Zullen we eerst even kijken? Oh, ja. Ja, ja. Is natuurlijk, die wordt
achteruit gespoeld, maar jij zingt gewoon vooruit. Dus dan moet jij ook achteruit zingen. Ja. Volgen jullie het nog? Ja, hè? Ja, ik geloof het wel. Ja. En dus ben jij dan, heb jij de tekst verkeerd om uitgesproken? Ja. Ja. Was het moeilijk? Weet je nog? Sotetales, une. Dat is, en nu, ze laat het los. Ik wilde in eerste instantie het hele liedje achteruit gaan zingen. Maar het is zo verdomd moeilijk. Ja. Ja. Echt, er zitten gewoon stukjes in dat wij niet eens kunnen uitspreken. Gewoon qua... En het was dan ook nog achterstevoren, dus de timing was ook andersom. Ja. De melodie was anders, dus het was geen aanknopingspunt. Dus ik heb het gehouden bij de paar zinnetjes waarvan ik dacht, oké, dat lukt net. Okay. En wat was het idee erachter om deze clip zo te maken, heel kort? Eigenlijk gaat het erover als een soort van uitje wat zo stukje bij stukje afgepeld wordt van de artiest en het goed en het mooi en de lach, naar helemaal terug gewoon van, nee, maar dit is waar het om gaat. De kern. De pure persoon. Ja. Ja. Ze helpt me, ze lacht. Ga je straks voor ons zingen. Dank voor nu. Alsjeblieft. Het vrouwenlichaam is volgens de kerstfeest...